Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Jordi vs. Rick. Ik ben een gast hier aan jullie hier samen met de enige echte Bardo Allens. Hallo. Dat staat natuurlijk in de titel. En deze keer de conclusie: wie zal er winnen? Zal Jordi winnen of helemaal niemand? Oeh, spannend. Jordi is niemand. Oh, I het did is it. penis. Is dat gecensureerd? Oh, gecensureerd, ja. Censorship. Oh, ik schrijf hier dingen Oké, verkeerd. Apple. Oh, wat? Apple iPad? tree. Menstrua. Oh, kut. Tomato. Dit is een lang woord. Ja, heb ik hem, heb ik hem. Oh, te laat. Oh, te laat. Oh, die zitten Allebei op punt. Skype, die flikkers. Die zitten op Skype. Stelletje homo's! Hey, ga eens van Skype af! Hey, even normaal! Nou, dat is een vriend natuurlijk meteen, dit is hartstikke Ja. fijn. Zal ik hem toevoegen als vriend? Please do, Jordi, please do. Eerst even gaan mijn vriendje vertellen wat ik heb. Line. Ik heb toegevoegd als vriend. Heeft hij ook echt hetzelfde op Skype? Nee, niet op Skype, maar op dit spel. Oh. Wat? 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 Excuseer? Als ik Lexus ergens. what? Is dit een slecht cijfer op je rapport? Shop, show, shum, shup, shup, shoep, ship, ship. Wat? Nee, Titanic? Ik. Iceberg? Die zitten op Skype, dat kan niet. Die zitten op Is Skype. dit? Harp. Ja, Hoe? interessant. Interessante manier van uitleggen. Oké. Dit ben jij. Dit ben jij, hoor. Dit ben jij momenteel op Ja, oké, internet. dit is makkelijker, denk ik. Is het mannenliefde? Altijd even proberen, die mannenliefde. Ja, nu is het toch wel duidelijk. Nee, dan kom je met woord. Ja, Ik dat heb al dacht ik Mountain al. geprobeerd. Dat dacht ik al. In Ik heb al begin, heel ja, geprobeerd. jij ziet straks natuurlijk het. Ik doe gewoon het blaadje eraan zo. Hoppatee. Ik neem mijn tijd. Ik neem mijn tijd, weet je. Neem vooral jullie tijd. Wat? Nee, dit is veel te lang, dit woord, sapling. Het is echt totaal niet moeilijk, dit. Echt Ja, niet gewoon. wat is het dan? Zeg maar, als je het woord ziet, dan denk je, oh ja, dat. Wat? Oh ja, ik zie hem al. Ik zie hem al. Ja. Thank God. Stamp. Thank God. Hij was best wel moeilijk hoor, een stamp. Het is nog best wel een moeilijk Ja, woord. het is Dus een ik heb moeilijk een. woord voor in het Engels, maar die mensen die in het Engels daar zitten, zeg maar, die Camille en die Ja, Nixon, die die moeten hoort dat dat te kennen. kunnen. Oké, nou, this G, kom Hier. erop dan. Oké, kom maar. Kom maar, kom maar, kom Kom maar, maar. geef Maakt maar, geef mij maar, niet uit. geef, geef me wat, geef me wat. Kom op, Maakt geef me mij wat. niet uit. Ik hoor er wat mee te kunnen. Kom Doe op. maar wat. Doe maar wat, joh. Paperclip. Fridge. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Nee, Wat? wat? Huh? Oké, nou heb ik hem niet meer. Nee, dit is veel te kort. Ik had al e-mail. Wat? Mail en e-mail werken niet. Hotmail? Nee. Wat? Wat is dit? Een Oh, M op het derde. ik heb hem. Geef me even een hint. Het gaat om de Oh, combinatie. ik Het gaat snap echt om de hem. combinatie van de twee. Ah, fucking hell. Waarom zet hij er een kruis bij? Ja, het is christelijke Een postbode. christelijke postbode. Hij is dus gekruisigd. Dat is Oké, echt bullshit, dude. deze is chill. Deze is echt chill. Get the full on dank points. Eventjes kleurtjes selecteren. Als je deze niet weet, dan kun je net zo goed meteen aids krijgen. Dan gaat niet veel meer veranderen. Ik ga alleen maar dit doen. Dankjewel. Hey, hallo. Ja, Hey, deze andere was. mensen, schiet ook eens even op. Ja, deze is niet moeilijk. Kom Goed op, zo, deze is niet sukkels. moeilijk. Yay, kan niet. Yay, goed zo, Rick. Yay! Oké, nou, de tweede ronde begint. Rick zet Ja. 2 punten voor. Let's do this. Let's do deals. Oké, dan. Rick versus Jordi, intens. Het begint al Oké. zeer intens, dat doet niks. Begint al zeer intens. Ja. Is het woord intens? Is het woord Nothing. internet? Is het paperclip? Space. Paperclip is toch een terugkomende hint. Oh, het is 4 letters, dan begint het eng te worden. Oh jee. Mail. Tie. Bowtie. Wat is dit? Wat?
Albert Verlinde? Wat, die andere persoon zei Albert Verlinde? Wacht, ik denk dat ik het weet. Yes, wat was het? Wacht, nee, hè? Huh? Hij is niet zo moeilijk, hoor. Vlinder. Nat. Oh, oké, okay, ja. Had dat beter aan moeten geven dan een touwtje was. Gewoon wat dikker en met een streepje ertussen. Maar dit is gewoon weer zo'n kutwoord, dit. Heel simpel. Ja, het is ja, het is niet echt een, nee. Nee, ja, niet echt een netjes woord, dit. Nee. Niet echt een lekker woord, nee. Lekker. Gerard Joling. Is je opeens goed, hè? Is je opeens goed, sta je echt te kijken. Serpent Gameplay. Serpent Gasmeplay. Dat heb ik getypt. Ik kan echt niet goed typen. Iemand probeert ook Jordi, wat enig. Is dit het? Buffalo. Wat? Dit is een dier, Jordi. Dat weten we allemaal. Nee. Volgens mij is het gewoon een gebochelde man. Wat? Ice Age. Oh, maar dat weet... Ik ga dit nooit goed spellen. Ja, ik heb toch gedaan. Ik speelde trouwens met 1 M. Ik speelde het met 1 M en ik had hem goed. Echt waar? Ik had hem met 2 M en dat was dus blijkbaar... Oh, nee. Ondanks de verkeerde spelling kreeg ze nog punten. Dat is chill. Oké, deze wordt best wel moeilijk. Heb je mijn kunst met Jordi gezien? Ja. Oké, nou. Verscheidene kunsten met Jordi zijn gezien. Oh, ik heb het verkeerd geschreven. Toch niet, ik weet niet. Het is maar 4 letters. Het is maar 4 letters. Daar is de... Bam! Daar is de kunstentin! Hé, Rick, volgens mij ga je winnen. Volgens mij ga ik winnen. Wat wil je nou weer aan doen? Ik zit mijn handen voor, want dan praat ik een beetje zo. Oké. Ik ben gelukkig dat ik niet... Dan gaat het als we nu gelijk spelen. Hebben we in drie verschillende games... De enige manier hoe we nu gelijk kunnen spelen... Dat betekent mijn... dan als ik hem moet raden en jij niet. En dan moet ik hem als eerste raden. Dan moet ik 3 punten krijgen. Ja, op mijn woord. Nee, op... Als ik geen woord intik, kun je al niet meer winnen. Als ik gewoon niks doe. Handig, hè? Echt waar? Als ik geen woord intik, nee. Of je moet het goed raden zonder enige letters. Oh, ja, maar dat... Wat is het? Maar eigenlijk, zo ben ik dan ook weer niet, hè. Dat is een beetje lullig. Wat? Deze man is gek. Wat is dit? Ik weet het niet. Help! Chest? Oh my god. Die hadden we laten zien. Als hij het eerder had afgemaakt, dan had ik hem direct gezien. Oké, ik heb moeilijke, Oké, jij wint, Rick. We gaan voor de eer nog eventjes het laatste puntje afmaken. Voor de eer, kom op. Voor de eer. Is Rick ook echt zo goed in tekenen? Jazeker. Mag ik even zwart? Chris Brown. Ik probeer mannetjes te tekenen, maar het werkt echt niet. Wat je dan eigenlijk moet hebben is zo... Snap je nu al? Is mooi, hè? Zonnetje erbij, zo. Want Rick heeft het gelijk gespeeld met Jordi. Zo, zonnestralen. Het regent zonnestralen. Wow. Oh, oh, oh. Rustig ademhalen. Kom op, ademhalen. Jordi. Wat is het? Kom op, ik heb mijn best gedaan hierop. Oh, frame. Het is post-frame of zo. Foto-frame, hè? Fuck. Ja, een beetje jammer vind ik dit, Rick. Hij is wel mooi. Beetje jammer dat niemand wint nu. Ik win. Want jij had 1 keer gewonnen, ik had 1 keer gewonnen. Gelijk gespeeld. En gelijk gespeeld. Oh, wauw. Dus het staat nu alsnog gewoon gelijk. Het hele idee waar ik voor Jordi was 3 video's, zodat we niet gelijk konden spelen. Dat was inderdaad het idee, die 3 video's waardoor we niet gelijk konden spelen. Maar dan komt dit. Want eigenlijk was het 4 video's probleem, maar dachten we, dan gaan we gelijk spelen. Dat is niet handig. Nou, Rick. Ik ben helemaal kapot. Eindig de video maar. Ja. Jij hebt gewonnen deze keer, eindig de video maar. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Maandag zijn we er weer met een nieuwe Rick vs. Jordi. Laat zeker even je spelsuggesties achter in de comments. Ja, zeker weten doen, want we zijn echt skeer met dat soort dingen. Zeker we zijn echt skeren drooglopertjes momenteel. Bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog. Laat ervoor horen of je bij Team Rick of Team Jordi hoort. Bedankt voor het kijken. Tot maandag. Later. Doei.